Mijn naam is Pierre Letjes. Samen met mijn vrouw een melkveebedrijf in het Zuid-Gelderse Ewijk. Hier komen een A- en een B-watergang samen. Achter ons ligt de wetering, de A-watergang, waarvoor het waterschap verantwoordelijk is. En hier ligt een B-watergang. Deze is 2 maanden terug al onderhouden. Dat proberen we altijd vroeg te doen. We doen sinds 4 jaar mee aan randenbeheer van het waterschap en van het agrarisch collectief natuurbeheer. En het bevalt eigenlijk hartstikke goed. We zien duidelijk dat er heel veel andere kruiden in de kanten van de percelen komen. Waar dus echt wel de biodiversiteit mee ondersteunt. Dus wij vinden het echt wel een goede aanvulling. Waarbij we op een eenvoudige manier bijdragen aan biodiversiteit en natuurherstel. Heel het watersysteem wat in het verleden door onze ouders en voorouders is ontwikkeld, dat is niet van niks gedaan. We zijn heel erg afhankelijk van het water. Enerzijds voor aanvoer van het water, zoals in de droge zomer van het afgelopen jaar, is het belangrijk dat wij kunnen beregenen indien er nodig is. En dat we drinkwater hebben voor het vee wat buiten loopt. En daarnaast, in periodes dat er veel regen valt, is het van groot belang dat de watergangen goed schoon zijn en goed op diepte zijn. Dat er heel voldoende water snel kan worden afgevoerd. Dat is een continu proces waar we in Nederland heel erg van afhankelijk zijn en wat heel waardevol is.